Hij komt terecht in een gemeente waar men graag resultaten wil bereiken. Ik vind het leukste aan mijn werk dat ik woon in Sliedrecht. Dat ik ook in Sliedrecht mag werken. En dat ik eraan mag meehelpen om Sliedrecht ook echt mooier te maken. Als je hier komt, loop je wel een heel groot risico. Een heel groot risico dat je een ander soort overheid gaat aantreffen. Of dat we jou vragen om een andere soort overheid te zijn dan wat je ooit ervaren hebt. Ik zou mijn nieuwe collega eigenlijk heel erg willen uitnodigen om vooral heel erg de gesprekken aan te gaan buiten en echt op te halen wat er leeft. Het leukste van mijn werk vind ik de warme gemeente. Toen ik hier kwam werken eind 2008 was het of er een warme deken over me heen kwam. En ik overdrijf echt niet. Werken in een kleine gemeente, waarbij je dan voor je werk heel nadrukkelijk merkt dat het voor de gemeenschap, het dorp Sliedrecht, dat gewoon heel veel brengt en heel veel doet. Het is dus een klein dorp waar veel bedrijvigheid is, waar je ei toch in kwijt kan. Afwisseling, zowel op bestuurlijk niveau, politiek niveau en regionaal en ook het lokaal wat in dit gebouw gebeurt, maar ook hier in de samenleving. Heel divers. Dat ik met heel veel verschillende mensen mag samenwerken. Voor mij persoonlijk is dat met mensen uit het onderwijs, besturen, directeuren, verenigingen, jongerenwerkers en heel veel verschillende inwoners. Mooie gemeente. Met veel kleinschalige dingen. En dat maakt het werk mooi, maakt het boeiend. Als je houdt van een uitdaging, als je betrokken bent op het werk, als je graag wil verbinden aan wat je doet, dan moet je vooral in Sliedrecht komen werken. Kom de sfeer proeven in Sliedrecht. Je krijgt er volgens mij geen spijt van. De Sliedrechtse samenleving vraagt een ander soort ambtenaar, vraagt een ander soort collega. En als je daar niet toe in staat bent, dan loop je een heel groot risico. Maar als jij denkt dat je daar het verschil in kan maken, dan ga je het hier onwijs naar je zin hebben.